We zijn vanmorgen met elkaar in Veria, het Bijbelse Berea. Dat zou de plaats zijn geweest waar Paulus en Silas naartoe gevlucht zijn uit Thessaloniki. En dit is een bijzondere plek, want dit zou de plek zijn geweest waar Paulus de Joodse gemeenschap in Berea zou hebben toegesproken. Wat overgebleven is uit die tijd zijn slechts 3 treden en dit monument is als het ware om die 3 treden heen gebouwd. We lopen nog steeds in de voetsporen van Paulus en vandaag doen we dat in Berea. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We waren vanmorgen te gast in de synagoge in de Joodse wijk. En deze synagoge zou gebouwd zijn op de plek waar ooit ook de synagoge moet hebben gestaan, waar Paulus gepredikt heeft, waar Paulus het evangelie gebracht heeft. En bijzonder is het om het in het boek Handelingen te lezen dat de Joodse mannen in Berea aandachtig naar de woorden van Paulus aan het luisteren waren. En zij onderzochten de schriften of Paulus gelijk had. Het hele Oude Testament ademt Jezus, verwijst al naar die beloofde Messias, die redder die in Genesis bij de moederbelofte al aangekondigd wordt. Het Oude Testament kent vele profetieën die in Jezus in vervulling zijn gegaan. En zo kwamen de Joodse mannen hier tot geloof. Paulus onderwees hen vanuit de schriften en voegde daar het evangelie aan toe. Hij zei, ik verkondig u degene waar de schriften over spreken. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. We hebben zojuist met elkaar Door de wereld gaat een woord gezongen op de melodie van het Joodse volkslied. En ook hebben we met elkaar gebeden voor vrede. Vrede in het Midden-Oosten, vrede voor Israël. Paulus die sprak over een andere vrede. Wij mogen zeggen, hij is onze vrede. En daar mochten we ook hiervan getuigen, hier vandaag in Veria, Berea uit de Bijbel. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. In Vergina bezochten we de Macedonische koningsgraven. Hier vindt men onder andere het graf van de vader van Alexander de Grote. Hier kwamen we ook een originele oude wapenrusting tegen. Paulus gebruikt dit beeld in zijn brief aan de Efeziërs om uit te leggen hoe we in de strijd van het geloof zouden moeten staan. Paulus noemt verschillende onderdelen van de wapenrusting. Bekleed u dan met de wapenrusting van God, opdat u stand zult houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Het schild vergelijkt hij met het geloof. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult uitblussen. Your grace embounds the deepest waters. Your soaring hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed and you won't start now. We zijn vanmiddag te gast bij een echt familiebedrijf en zij beoefenen een heel oud ambacht. Zij maken namelijk iconen. En in deze werkplaats hebben we gezien hoe dat proces verloopt. Van hout naar canvas naar uiteindelijk het schilderen van het icoon. Het is allemaal puur handwerk. Iconen zijn schilderingen op houten panelen met afbeeldingen van Jezus, Maria, heiligen of Bijbelse geschiedenissen. Het woord icoon is afgeleid van het Griekse woord eikon, dat beeld of beeltenis betekent. Iconen zijn religieuze objecten die een belangrijke functie hebben binnen de Oosterse Orthodoxe Kerk. Een icoon probeert de onzichtbare hemelse werkelijkheid zichtbaar te maken, om ons een blik te verschaffen in de spirituele werkelijkheid. Na een periode van vasten en de biecht gaat men biddend schilderen. Eigenlijk noemt men dit geen schilderen, maar schrijven. Het realisme ontbreekt in de verbeeldingen, omdat het gaat om het geestelijke. En alleen door de gave van God kan men deze ambacht uitvoeren. Men vereert niet de icoon zelf, maar degene die wordt verbeeld. Deze persoon wijst op zijn of haar beurt naar God.